Een man in Oosterhout die een stopteken van de politie negeert en op een agent inrijdt. Waarop die agent zijn dienstwapen leegschiet op die vluchtende automobilist. Vandaag veroordeelde de rechtbank in Breda de politieagent tot een werkstraf van 150 uur wegens poging tot doodslag. De automobilist kreeg een korte celstraf. Terug naar die vroege ochtend, nu bijna 3 jaar geleden in Oosterhout. Op 25 november 2014 krijgt een automobilist een stopteken op de Weststadweg in Oosterhout. Hij heeft nog 10.000 euro aan verkeersboetes openstaan. 2 keer zet hij zijn auto stil, maar daarna rijdt hij weer verder. Bij een derde poging tikt een van de agenten op het raampje van de automobilist. Een andere agent gaat voor de auto staan. Opnieuw geeft de man gas en rijdt op de agent in. In een reflex grijpt die naar zijn pistool en vuurt 8 kogels op de auto af. Jan Walen, jij was bij de uitspraak vandaag van de rechtbank in Breda. Ja, je zou zeggen, een agent die schiet op een vluchtende verdachte, dat is eigenlijk zijn werk. Ja, dat is zijn werk, maar ook een agent moet terughoudend zijn met het gebruiken van zijn vuurwapen. Hij moet alleen schieten als het echt nodig is. Nou, volgens de rechtbank kwam er dan weliswaar een auto op hem afrijden, maar kon die nog wegspringen. En nadat het gevaar eigenlijk voor hem geweken was, pas toen is hij gaan schieten. Dus je kunt dan niet spreken over zelfverdediging op het moment dat hij schoot, want toen was hij niet meer in gevaar. En bovendien, zegt de rechter, als het de bedoeling was om die verdachte te laten stoppen, dan had je op de banden van die auto moeten richten. Dan was hij ook niet verder kunnen komen. Nu werd er hoger gericht en heeft hij nadrukkelijk het risico genomen dat hij daarmee die verdachte, die vluchtende automobilist, zou raken en dat hij die dus zou doden. Nou, vandaar poging tot doodslag. De agent had dus eigenlijk gewoon beter moeten nadenken. En agenten zijn ook getraind om in dat soort hectische situaties goed na te denken, zegt de rechter. Maar daar vond de advocaat van die agent wel heel makkelijk geredeneerd. Ik zou het u willen aanraden om eens een training te volgen, want dan merk je pas agent of niet agent. Natuurlijk verwacht je van een agent meer dan van een gemiddeld burger. Maar ook in zo'n situatie kan je van een agent niet verwachten dat hij gaat nadenken, rationeel gaat nadenken over de manier waarop hij zou moeten handelen. Die kans krijg je niet. Of je nou een simpele burger bent of een agent, dat maakt niet uit. Nou wilde justitie, die vroeg 2 weken geleden bij de zitting, om schuldenverklaring zonder straf. Nou zegt de rechter schuldenverklaring met straf. Waarom is dat? Nou, omdat de rechter zegt, ja, poging tot doodslag, dat is een ernstig feit. En het zou een heel vreemd signaal zijn naar de samenleving als we dan vervolgens tegen een agent zouden zeggen, hartstikke ernstig, maar jij krijgt geen straf, terwijl we dat bij anderen wel doen. Dus daarom ervoor gekozen dat er toch een straf komt. Een voorwaardelijke taakstraf, ja. Dat is ook niet een hele zware straf, nee. Natuurlijk. Betekent dit ook ontslag voor de agent eigenlijk? Nee, want juist omdat het een voorwaardelijke straf is, heeft dat geen gevolgen voor zijn baan en mag hij die behouden. Om het even helemaal af te maken, de automobilist stond ook voor de rechter. Wat voor straf heeft hij gekregen? Hij heeft een gevangenisstraf gekregen, 4 maanden, maar dat is het grootste deel van voorwaardelijk. Want het is namelijk wel poging tot zware mishandeling volgens de rechter. Maar de rechter heeft er rekening mee gehouden dat de man beschoten is en waarschijnlijk toch doodsangsten heeft uitgestaan op dat moment. Daarom is de feitelijke straf veel lager. Hij heeft 18 dagen in de cel gezeten vlak nadat hij is aangehouden en hij hoeft niet meer terug. Nee. Nou, de zaak krijgt een staartje, want ja, hoger beroep, hè? Dat komt er nog. De agent gaat in hoger beroep. Ja, dankjewel, Jan Walen.